Joep van Dijk maakt nou reclame voor de vriendenloterij. Een cabaretier die mensen aanzet tot gokken over de rug van ernstig zieke kindjes, want die worden er ook bij gehaald om mensen goklustig te maken. Dan denk ik, man, waarom? Waarom gaat John Lanting dood en blijft Joep van het Hek leven, dames en heren? John Lanting is dood. Je weet wie ik bedoel, John Lanting. De koning van de klucht. Daar hebben we nou Mark Rutte voor. Als je de letters van Mark Rutte zijn naam door elkaar husselt, krijg je kamertrut. We zijn nog steeds bezig om een designated survivor te vinden. Waar waren we bezig? Rob Jetten. De nieuwe corrivé van D66. Je weet wie ik bedoel. Man van weinig woorden. Het enige probleem is dat hij zich steeds herhaalt. Maar dat is een homo. En een homo als designated survivor is natuurlijk wel inclusief. Want in Nederland mag je zijn wie je bent. Behalve Zwarte Piet, dat mag niet. Nee, Alexander Pechtold natuurlijk. Die is nou weer vrij. Die moest dit jaar wieberen omdat hij een vrouw legde neuken in Meppel. Moet hij zelf weten natuurlijk ieders meug. Maar hij heeft die vrouw gedwongen tot een abortus. Dan zijn ze dat in Meppel wel gewend. Maar het is toch niet netjes, waar toch? Een schijnbeeld, ze hebben ze zelf verteld dat je hebt gaan stageren tegen die vrouw. Ik wil dat je godverdomme een abortus neemt. Ik denk, nou jongen, als je zo graag wil, zagen we het dan zelf uit. Peter R. de Vries, is dat een goede designated survivor? Ja, die hebben ook geen tijd, die moeten onderhouden al die talkshows doen natuurlijk. En hij heeft een open huwelijk, dus hij is voortdurend bezig met het afstaan van zijn DNA. Ja, hij is gek van seks, maak hem niet uit met wie. Ben je alibi? Hij is alibi. Wie het ook zouden kunnen zijn, zijn de leden van de Nederlandse studentenverenigingen. Dat zijn overlevers, die zijn ook de schaamte voorbij. Bij Minerva in Leiden moeten de aspirantleden naakt rondkruipen in de kots van een ander. Daarna moeten ze bij elkaar een vinger in de reet douwen. En ze drinken jenever uit de bilnaad van een ander lid. Toch leuk om te bedenken dat onze koning ook bij Minerva heeft gestudeerd. Ja. Maar kan je even vertellen, als die dood gaat, hoe zijn vingerafdruk niet? Dan kijken we over. Er was dit jaar een student in Delft die meisjes op de wc had gefilmd met een minicamera in een koffiebekertje. Waarom zo ingewikkeld? Gooi er 5 bier in en je kees in een bek pissen. Corrie Konings. Dat is een survivor, jongens. Heb je dat gezien? Expeditie Robinson, ja, heb ze daar meegedaan? Ja, dat is extreem, hè? Expeditie Robinson, ja. Dan heb je een extreem uithoudingsvermogen nodig om dat hersenloze programma uit te kijken. Doen ze van die sadistische spelletjes in de bloemend hete zon in Azië. Van die spelletjes, die hebben ze gehaald uit boeken met Japanse martelmethodes uit de Tweede Wereldoorlog. En het ergste is, als je wint, moet je blijven. Afijn, Corrie Konings deed dus mee aan Expeditie Robinson. Wat een stoer wijf is dat. Achter in de 60, maar ze ging tekeer. En toen was er een rapper, een Aisha. En die ging Corrie Konings, de enige Berner die ik wel kende in het programma, ging ze uitstaan voeteren in de branding. En daarna moest Aisha naar huis, want ze miste de gefrituurde kip. Dat is de generatie van tegenwoordig, hè? De ruggengraat van de kwal. Arme Corrie, daar stond ze in een versleten badpak. Die bleef achter met een heel apart gevoel van binnen. Ik ben eruit, tot slot dan. Maarten van der Weijden. Je weet wie ik bedoel. Die gozer die de Elfsteden toch heeft gezongen. Zonder schaatsen, dat vond ik wel jammer. 163 kilometer gezwommen in 55 uur. Hij werd onthaald als een held, jongens. Als je hetzelfde doet voor de kust van Italië, word je teruggestuurd. En wat mij betreft zijn dat dus de designated survivors. Dankjewel. Dankjewel. Het is raar om er zo uit te zien, want ik word zelden verwacht met andere mensen. Nee, zo, het eerste wat je denkt als je mij ziet is... Holy cat! Woo! Woo! Oké! Ja, je ogen zien is, je hersens willen het een naam geven, maar welke wil ik het? Ik lijk op een soort kwaaie Jezus of een viking, maar dan klein, een kleine viking. Een viking in de verte.
Weet je wat het is? Het is gewoon een haar, dat is alles. Het is gewoon een haar. Mensen trekken zoveel haar niet. Het is gewoon te veel haar. Zo, wow! Wow, oké! Dat is veel haar! Oké, I know, I know. Waarom? Ik weet niet, ik heb gewoon veel haar. Ik heb gewoon veel haar. Oké, jongen, maar waarom doe je dat dan? Ik doe helemaal niks! Daarom is het zo laat! Maar als je niks doet, zie je er zo uit! Dit is eigenlijk hoe mensen er in het echt eruit zien! Ik ga eens op café, zit ik altijd aan de bar. Als mannen binnenkomen in het café, is het eerste wat ze van mij zien, dit. Dus het is compleet normaal voor mannen om dan te denken, hé, wie is een lekkere chick aan de bar? Ik kan het chic die lijf versieren. Dus niks aan te beschouwen. Kom schat, wij gaan dansen. Was geen vraag, het was een vaststelling over de nabije toekomst. Dus ik draai naar om. En hij zo, oh, sorry meneer, ik wist op dan. Ik zeg, nee, wij gaan dansen. Hij vroeg het niet, hij zei het gewoon. Ik voel de eerste keer wat seksisme is, man. Hoe mannen omgaan met een vrouw. Fucking niet oké, man. Fucking niet oké. Holy shit, ladies. Woo! Het is hoe langer. Ik ben veel tussen mannen en hoe langer hoe meer trek. Ik trek het niet meer tussen mannen. Hoe mannen praten over vrouwen, ik trek het niet meer. Het is heel vaak denigreren. Het is zelfrespectvol. Zelfs mannen over hun eigen vrouw. Je vrouw, jullie beginnen niet tegen hoe jullie mannen praten als je er niet bij bent. Maar het is niet oké. Okay. Het is niet oké. Okay. Je zit naast op de bank staan en denkt: ik heb die hele speciale andere. Nee! Dat is nee! Als jij ongesteld bent, vindt hij dat vervelend voor de sfeer in huis. Dat is wat hij er echt van denkt. Het kan je reeds schelen dat jij pijn hebt. Hij vindt gewoon super ongezellig. En je doet gek. En stop ermee. Er is geen empathie daar. En ik trek het gewoon, en vrouwen, oké, ladies, ik heb geen idee waarover ik praat. Ik ben geen vrouw, ik ben nooit ongesteld, maar ik kan je wel zeggen, als jullie naar jullie kijken, als jullie ongesteld zijn, dan denk ik, ben wel blij dat ik het niet heb. Dus ik denk dat er iets meer empathie mag zijn voor vrouwen als ongesteld zijn. Het ziet, ja toch, ik weet niet, wat ik van begrepen heb, is dat je baarmoeder uiteenvalt met de kracht van weeën. In mijn oren klinkt dat jullie dak er ongeveer zo uitzien. Hey! Ah! En ze doen raar. Je vrouw en lichaam zitten chockvol hormonen, man. Maar dat zijn chemicals. Chockvol met fucking chemicals. Tuurlijk doen ze raar, maar verwacht iemand vol steek met ecstasy op een stoel zit en zegt: nu rustig blijven zitten alsjeblieft! Dus wat ik van begrepen heb, zitten vrouwen in excruciating pain,
Zijn ze vol met fucking hormonen? En zijn ze nog netjes om alleen maar dit te doen langs de buitenkant? Fuck. Dat is alles wat je ervan ziet. Wat van binnen is... En dat vinden mannen ongezellig. Een jongen die werkt in het basisonderwijs. Toen zei ik, waar word jij gelukkig van? Zei hij, nou, ik wurg graag vrouwen. Hoi? Dat was precies mijn reactie, hoi? Emoticon, zo hoi. Ik zo, hoi? Emoticon. Toen zei hij, ik word er gewoon heel geil van als ik langzaam het leven uit iemands ogen te zien zie wegcijpelen. Toen zei ik, oh, dan moet je een relatie met mij hebben. 3 maanden, wil je dood? Ja, dat weet ik nu. Ik weet nu dat op Tinder, zijn je foto's heel belangrijk. Dat weet ik nu. Ik had eerst zo'n foto van die sticker van de Albert Heijn, weet je wel. 35% korting zonder weg te gooien. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen, dan krijg je de kneusjes. Belangrijk, ja, belangrijk. Wat ik wel altijd heel raar vind, er zijn een paar foto's, die worden heel veel gedaan door mannen, maar ook vrouwen, die dan zo'n foto maken in de spiegel. Zo van, je hebt echt niemand om je heen. Dat is wel triest. Dus die moet je ook mijden. Of mannen in een hele grote groep lekkere wijven. Weg ermee. Dat moet je allemaal niet doen. Dus ik weet nu, die foto is heel belangrijk. Ik ben zelf niet zo heel groot. Dus foto een beetje van onderen. Lijkt je langer. Ik zeg niet zo heel groot. Dat heb ik nu alvast gezegd. Straks na afloop, dan loop ik hier een beetje rond. En dan is er altijd één lul die zegt, oh jezus ja, jij bent heel klein. En ik krijg van mijn kopstoot in zijn ballen. Of zoals ik het noem, weekend. Nee, ik weet, je foto is heel belangrijk op Tinder. Maar ik weet ook, je hebt zo'n tekstje daaronder. Je kunt zo'n tekstje schrijven. En als die goed en pakkend is, dan ben je binnen hoor. Dat is echt belangrijk. Dus ik dacht, ik kan maar beter daar een verhaaltje zetten wat meteen helder is en meteen pakt. Dus wat had ik daar neergezet? Hallo, ik ben Britt Compagne. Een jaar. Sorry, weet je. gaat je niet doen? En daaronder had ik zo gezet... Ik ben als Nivea. Betaalbaar, dikker en trek snel in. Nou, is helder toch? Een helder verhaal. En daaronder had ik gezet... Ik heb een zandloperfiguur, alleen de tijd gaat heel snel. Snap dus niet allemaal, was er nog even schrikken. Ik vind het altijd leuk, die blik zo... Ja. Ja, maar ik zat daar wel een beetje mee in het begin. Ik dacht, oh, dan moet ik weer gaan daten. Oh, hoe ziet dit er eigenlijk... Ik kan het niet zien. Maar je weet niet, een beetje spiegels. Vrouwen doen dat, spiegels. We hebben allemaal hoeken. Maar ik dacht, oh, kak. Want ik ben daar een beetje dubbel in. Ik ben daar wel mee bezig. Maar ik ben ook een beetje het kaliber vrouw dat zegt... Luister, ik ben wel dik, maar wel lekker. Hou je bek. En dus ik dacht... Maar, weet je wat ik gewoon zo grappig vind? Als ik het woord dik zeg, mensen reageren daar gewoon nog. Het heeft nog steeds voor heel veel mensen een negatieve bijsmaak. Voor mij meer roze koeken. Maar mensen, echt, mannen. Hoe mannen reageren op het woord dik vind ik hilarisch. Doet me altijd een beetje denken aan die geit. Weet je, als ze heel erg schrikken, vallen ze flauw. Ja, ik maak er ook misbruik van op een eerste date. Toen zei ze, ga je mee een hapje eten? Hoorde ik eten, was ik er al. Moet je nooit doen. Moet nooit gaan eten, duurt veel te lang. Zit je super lang in elkaar vast. Was hij midden in zijn verhaal, dan zei hij miniatuurtreinen. En zei ik, wat? Noem je mij dik? En al die paniek in die ogen. Gebruik van maken wegrennen.